Je kan ook delen van het beeld van een clip maskeren door een masker toe te voegen. Klik op dit knopje en met linksklik en sleep maak je een masker. In dit geval gewoon een uh, rechthoek. Dus linksklik en sleep. En dan maak je dus een masker. En daarbinnen is het doorzichtig en daarbuiten zeg maar onderzicht. Of naar buiten haalt hij het weg, beter gezegd. Daarbuiten maskeert hij het en daarbinnen niet. En je kan een masker ook aan en uitzetten onder Controls. Dus onder tabblad Controls vind je daar een nieuw dingetje dan, een mask. En die kan je aan en uitzetten. Je kan ook een rond masker maken. Links klik en sleep door dat ronde masker tool daaronder. En dan kun je dus een rond masker maken. Houd Shift ingedrukt om een perfecte cirkel te maken. En hier heb je dus twee maskers toegevoegd. Die kan je dus daar weer aan en uitzetten. Maskers kunnen samenwerken door te kiezen voor add, toevoegen of intersect, overlap of subtract, aftrekken. Dus je moet een beetje spelen met uh, wat je waarop zet. Maar op die manier kan je dus kiezen hoe die twee maskers op elkaar reageren. Zijn ze allebei of niet, of wel. Nou, wat je ook kan, met het pennetje kan je de vorm van de masker verder aanpassen. Dus links klik en sleep, als het pennetje actief is, kan je dus de punten van het masker verplaatsen. En nu probeer ik het brood een beetje te maskeren. De hendels van een punt kan je een vloeiende kromme maken. Dus die kan je aan uh, slepen. En mimi kan je dus de kromming van die lijn aanpassen. En zo heb ik bijna... Niet helemaal, maar een beetje het brood eruit gemaskerd.